Het is een toch wel opvallende conceptnota die zo pas op tafel lag van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement. Een nota waarin enkele parlementsleden van Open VLD pleiten voor de oprichting van een expertisecentrum voor seksuele dienstverlening aan mensen met een beperking of kwetsbare ouderen. Zo'n dienstverlening bestaat al langer, maar de wettelijke bescherming is voor verbetering vatbaar, zo blijkt. Dag dames en heren, ik praat met Martin Taalman van Open VLD en Tine van der Vloed van de N-VA, allebei Vlaams parlementslid en lid van de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ook hier aan tafel Nick Schepers van Aditi, een VZW die oplossingen zoekt voor mensen met een beperking en kwetsbare ouderen die een behoefte hebben op het vlak van seksualiteit. Welkom allemaal in deze studio. Ja, Nick Schepers, maak het eens concreet. Wat doen jullie bij Aditi? Nu, Aditi is een centrum voor seksualiteitsondersteuning. Dus wat doen wij in eerste instantie? Is dat eigenlijk sensibiliseren, het thema bespreekbaar maken. Het thema seksualiteit bij mensen met een beperking, seksualiteit bij kwetsbare ouderen, maatschappelijk gezien bespreekbaar maken. En daarnaast zijn het eigenlijk twee grote luiken binnen onze werking. Enerzijds hebben wij directe consulten met de cliënten. Waarin dat wij ondersteuning bieden, informatie, adviezen, consultgesprekken. Om het concreet te maken, mensen hebben een seksuele behoefte, komen bij jullie terecht en jullie gaan dan met die mensen praten. Ja, wij gaan praten. Ze hebben een seksuele behoefte of een vraag of een nood of een probleem. Ja, dat kan heel ruim zijn. Dus dat is het luik van consulting. Anderzijds de deskundigheidsbevordering. Dus wij werken ook rechtstreeks met het netwerk, zijn de professionelen. Zijn de familieleden, zijn de studenten, waarin dat we een stukje vorming geven, de deskundigheid van die mensen proberen te bevorderen, om ook daar weer het thema bespreekbaar te maken en ook weer nodige kennis aan te reiken. Ja, en als iemand met een beperking, zij het fysiek of mentaal, of omwille van de leeftijd, bij jullie terechtkomt voor zo'n een gesprek, en jullie willen hem of haar dan ook concreet helpen, ervoor zorgen dat hij seks heeft. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Doen jullie dat zelf of hebben jullie mensen die dat voor jullie doen? Ja, het is zo, wij werken samen met een groep van seksuele dienstverleners, mannen, vrouwen, die heel specifiek voor deze doelgroep seksualiteitszorg en intimiteitszorg aanbieden. Ja, en voor een goed begrip, die staan niet bij jullie op de payroll? Nee, die staan niet. Dus wij zitten in een samenwerkingsverband. Wij werken samen vanuit een engagement. Hè? Dus eigenlijk gaat het om Aditi VZW met zijn medewerkers en daarna is er een groep van seksuele dienstverleners waar wij mee samenwerken. Nu, hoe gaat zo'n vraag in zijn werk? Dus in eerste instantie hebben wij, iemand van de medewerkers van Aditi, een consultgesprek met de cliënt. Waarin dat we in eerste instantie informeren, wat is seksuele dienstverlening, hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer dat voor de cliënt duidelijk is en wanneer dat de cliënt hierin toestemt, dan gaan wij een beeldvorming seksualiteit opmaken. Dus aan de hand van een bepaalde methodiek brengen wij de beeldvorming seksualiteit in kaart. En aan de hand daarvan gaan wij kijken van, is dit ten eerste een vraag voor seksuele dienstverlening of zitten daar andere dynamieken onder? Is dat een vraag voor seksuele dienstverlening, dan gaan wij kijken wie het beste die vraag kan opnemen. Ja, en dan brengen jullie de partij in contact met elkaar. Martin Taalman, u heeft met enkele leden van uw fractie een zogeheten conceptnota rond dit onderwerp ingediend. En daarin lees ik dat u pleit voor een expertisecentrum voor seksuele dienstverlening. Ja, ik zou denken, dat expertisecentrum, dat bestaat al, hè? Het zit ermee aan tafel, klaar. Ja, inderdaad. Maar Aditi is een VZW die ondertussen erkend is door de Vlaamse overheid, maar niet als expertisecentrum. En wij denken maar dat ik hoor toch wel heel veel expertise bij mevrouw Schepers. Uiteraard. En wij denken ook dat als wij een kader maken, en dat was ook het idee van de conceptnota, we hebben die conceptnota geschreven, wij hadden daar al ingezet van, ja, wij denken dat er een expertisecentrum nodig is. Er zijn vorige week hoorzittingen geweest. En daar is dat ook heel duidelijk uitgebleken, denk ik. Dus wat we nu gaan doen, is een voorstel van resolutie proberen door het Vlaams parlement te krijgen, waar dat we zeggen, Vlaamse overheid, kijk, maak nu eens een kader voor een echt expertisecentrum. Ja, en zou Aditi dat centrum kunnen worden? En dat zou perfect Aditi kunnen zijn, omdat zij natuurlijk, zoals we gehoord hebben daarnet, de nodige expertise echt wel in huis hebben.
Ja, nu, ze hebben middelen, ze hebben die consults tussen cliënten en dan ook die seksuele dienstverleners. U bent jurist, hè? Kan een VZW zoals Aditi strafrechtelijk worden vervolgd op de Keper beschouwd? Want daarop alludeert u wel een beetje, hè, in die conceptnota, dat zo'n formele erkenning die vervolging zou moeten vermijden. Ja, wel, het is inderdaad zo. In het geval dat een vraag van een persoon met een zorgnood, zij het een oudere, zij het iemand met een psychiatrische problematiek, zij het een persoon met een fysieke of mentale beperking, als die, dat hoeft niet altijd het geval te zijn, maar als die zou leiden tot inderdaad seksuele dienstverlening, dan wordt die verleend door mensen die contact hebben met Aditi, die ook door hen worden opgeleid, die een samenwerkingsovereenkomst moeten tekenen, waar dat ze een aantal gedragsrichtlijnen in overeenkomen. Zij worden rechtstreeks betaald door de persoon aan wie de dienstverlening wordt verleend, niet door Aditi. Maar ons strafrecht, maar dat is natuurlijk een federale materie, mm-hmm. Dat is geen Vlaamse materie, ons strafrecht heeft eigenlijk een gedoogbeleid ten opzichte van prostitutie. En hier zijn we niet echt zeker of dat daar zou kunnen ondervallen of niet. En zo'n erkenning, een formele erkenning, zou dat kunnen omzeilen dan? Wel ja, ons idee is van als wij op Vlaams niveau een kader creëren, een expertisecentrum, en als wij daarin de richtlijnen in opnemen, een kader creëren van waaronder die dienstverlening kan gebeuren, dan kan dat een aanleiding zijn om op federaal niveau inderdaad een uitzondering te voorzien in het strafwetboek. Maar dat wetgevend werk zal ook moeten gebeuren. Dit kader duidelijk te maken. Ja, en dan gaan onze federale collega's denk ik inderdaad aan het werk kunnen. Ja. Vindt u dat zelf ook een beetje lastig, Mick Schepers, dat u zo in die grijze zone zit? Het is denk ik vooral lastig voor mensen met een beperking. Ja. Omdat zij om te kunnen beroep doen op seksuele dienstverlening, heel vaak ook op hun netwerk moeten beroep doen, die hun mee ondersteunt, die mee die zorg ook helpt mogelijk maken. Maar zolang als daar taboe rondheerst, zolang als daar een onduidelijkheid rondheerst, ja, is dat een drempel. Dan zit u toch ook wel in die grijze zone te werken, hè, van een strafwet? Ja, maar ik denk dat je ook, op het moment als die strafwet opgemaakt is in 1952, moet je ook eens een beetje kijken naar de cultuur rond handicap en seksualiteit. Dus toen had men zeker geen zorgverleners voor ogen die anno 2018 vanuit een volwaardig burgerschapsmodel hun cliënt mee ondersteunen. Mm-hmm. Dus cultureel is die maatschappij ook, of die seksuele seksualiteit is ook wel enorm veranderd. En daar zitten wij nu wel te lang vanuit dat die mensen geen behoefte niet hebben. Het valt me trouwens op in die nota van u dat u spreekt over seksuele rechten. Ja, inderdaad. Dat is nog iets anders dan gewoon de behoefte, het is gewoon recht. Het is inderdaad een basisrecht, denk ik, van elke persoon. Wij streven ernaar van personen met een beperking ook een inclusie te geven in de maatschappij, volwaardig burger te maken. En ja, seksualiteit is een basisbehoefte van de mens. En daarom is het ook zo raar dat het inderdaad zo lang geduurd heeft. Een behoefte, maar ook een recht, hoor ik. Ja, absoluut. Lees ik ook in uw concept. Absoluut. Ja. Het is gewoon heel menselijk. En daarom is het ook zo raar dat het zo lang geduurd heeft, eer dat daar eigenlijk aandacht voor gekomen is. In de behoeftepyramide van Maslow zit het ook helemaal onderaan, de seksuele behoefte. Tine van der Vloed, ik lees op uw website dat u 15 jaar in de gehandicapte sector heeft gewerkt. Wat deed u precies? Klopt. Ik werkte in de leefgroep in een dagcentrum voor personen met een beperking. Ja. Met een mentale beperking? Of? Ja, met een mentale beperking. Ja. En heeft u dat toen ook meegemaakt? Of herkent u wat de mensen van Aditi u vertellen? Heeft u kunnen vaststellen dat die behoefte aan seksualiteit er is? Ja, zeker wel. En ook vooral de vorming naar de ouders toe. Wij kregen inderdaad ook wel heel veel het antwoord van nee, mijn zoon heeft daar helemaal geen behoefte aan. Terwijl dat wij toch wel merkten bij het toilet gebeuren bijvoorbeeld, dat daar toch wel behoefte aan was. Dus ik denk dat de taboesfeer daar toch nog wel zeker en vast hing. Aditi helpt ook mee om de teams een visie te gaan ontwikkelen binnen het beleid. Ik vond dat daar ook wel vrij beperkt aanwezig was. Er is toch nog wel een weg te gaan, als ik u wil zeggen. Zelfs de ouders
Gingen soms de ogen sluiten voor hun zoon of dochter? Ja, ja, dus die ouders die zijn 70, 80 jaar, die hebben dat natuurlijk ook allemaal anders beleefd en die sluiten hun eigen daar ook wat van af. Dus het is toch wel belangrijk dat daar vanuit Aditi dat taboe wordt doorbroken richting de ouders, naar vorming toe, maar ook zeker en vast naar het personeel toe om dat bespreekbaar te maken. Want nu wordt er denk ik nog al te veel medicatie gegeven om het probleem te onderdrukken, maar wordt het eigenlijk niet bespreekbaar gemaakt. Dus dat zou toch echt nog wel mogen keren en daar is toch nog wel een weg te gaan, ja, denk ik. En als Open VLD dan oproept om een expertisecentrum voor seksualiteit op maat op te richten, dan krijgt dat uw steun? Ja, ja, zeker en vast. En ik denk dat Aditi daar een zeer belangrijke speler voor is. Zij werken heel vaak al samen met verschillende organisaties die te maken hebben met seksualiteit, zoals Sensoa en Pas Op. Dus ik denk dat het belangrijk is om al die spelers rond dit bepaalde thema in één expertise-netwerk te gaan steken en dan zo de mensen vooral de goede uitleg te kunnen geven. Zeer belangrijk. Heel veel vorming, Sensoa kennen veel mensen ondertussen wellicht, omdat die ook al heel lang bezig zijn rond veilig vrij bijvoorbeeld, of seksueel overdraagbare aandoeningen, hoe die te vermijden. Maar Pas Op, moet je even duiden? Ja, Pas Op, die werken vooral rond de prostitutie en zo werken jullie daar ook vaak mee samen. Ja. Nu, u heeft zich al meermaals een fan getoond, ik lees dat ook op uw website, van de zogeheten persoonsvolgende financiering. Is kort uitleggen wat daarmee bedoeld wordt? De persoonsvolgende financiering is eigenlijk het betaalsysteem nu voor de mensen met een beperking. Ze hebben nu eigenlijk de regie meer in eigen handen, dus ze kunnen nu eigenlijk meer beslissen met hun budget waar dat zij dan eigenlijk hun zorg gaan inkopen. Ze krijgen een budget van de Vlaamse overheid, wordt samengevat, en ze beslissen zelf of hun voogd of hun ouder, want ik kan me best voorstellen dat sommigen dat niet kunnen, beslissen waar ze hun zorg voor inkopen. Waar ze dan hun zorg mee betalen, zeg maar. Ja. Hoeveel kost een consult bij u, mevrouw Schepers? Hangt er vanaf onder welke modaliteit dat de persoon valt. Gaat het om een persoon met een beperking, valt die onder RTH, de rechtstreeks toegankelijke hulp. Dus mensen die niet het budget van de overheid krijgen, die betalen €5 en de rest legt de overheid rechtstreeks aan ons bij. Mm-hmm. Ja. Dus dat is de rechtstreeks toegankelijke hulp. Gaat het om een persoon met een persoonsvolgende financiering en zet hij zijn budget in via een voucher, dan is dat 0,22% van een zorgpunt dat hij betaalt. Is het cash, is het 200. Ja. De reden waarom ik het vraag, hoeveel mensen helpen jullie jaarlijks? Ik denk dat wij op jaarbasis algemeen, naar aanvragen van vormingen, ook consulten, ouderenzorg, psychiatrie, personen met een beperking, zitten wij rond de 700 nieuwe aanvragen. Ja, 700 nieuwe aanvragen. Ja. Enfin, het klinkt misschien een beetje onherbiedig gezien het onderwerp, maar brengt dat genoeg geld in het laadje om jullie werking te verzekeren? Nee, op dit moment is het zo dat de tendens hoe dat wij nu werken, is inderdaad niet haalbaar. Ja, want jullie helpen ook ouderen. Ik kan me voorstellen dat die ouderen daarom dat persoonsvolgend budget hebben niet hebben. Nee. En ook mensen met psychiatrische kwetsbaarheid hebben dat niet. Ja. En dan zit je dan met een probleem. Ja. Want ik hoor je zeggen, dit volstaat niet om de werking van de VZW Aditi te financieren. Ik las trouwens ook dat mutualiteiten tussenkomen voor mensen die bij jullie langskomen. Is dat de reden waarom jullie in de conceptnota pleiten voor een gecombineerde financiering? Ja, voor alle duidelijkheid, misschien nog eens herhalen, de seksuele dienstverlening op zich. Nee, het zijn de consults. Als de vraag leidt tot de seksuele dienstverlening, dan wordt dat altijd rechtstreeks betaald door degene die de dienstverlening krijgt. Het gaat over het beroep doen op de adviezen, op hun adviezen. De consult, de vraag verduidelijken. Wij merken dat dat inderdaad nu een groter probleem wordt. Ik denk dat er vroeger gingen mensen naar een voorziening en er was een budget. Nu wordt dat, en dat is een goede zaak, meer in handen van de persoon met een beperking zelf gelegd via dat persoonsvolgend budget. Maar we zien ook dat die voorzieningen eigenlijk dat volledig budget nodig hebben en dat als voucher gebruiken. En dat er eigenlijk geen overschot is om, er is geen buffer om die vraag bij Aditi, die consultant, te betalen. Er is ook geen rekening mee gehouden in de bepaling van de hoogte van dat persoonlijk budget. En dat lijkt mij ook ergens een logica, want niet iedere persoon met een beperking heeft noodzakelijkerwijze een vraag of een probleem op dit vlak.
Het is ook zo dat als er bijvoorbeeld op een bepaald moment zich een probleem stelt en men komt bij Aditi terecht, dan kan men eventueel na een kortlopend traject eruit zijn en dan kan het probleem opgelost zijn, al dan niet met doorverwijzing naar een dienstverlening, maar niet, dat kan ook heel lang duren. Dus ik denk dat dat niet kan voorzien worden in een persoonsvolgend budget, omdat dat zo individueel is. En, dat bovendien hoor ik mevrouw Schepers zeggen, dit is eigenlijk te weinig om onze werking te garanderen. Ja, ik denk dat dat ook klopt. En ik denk dat daarom de idee van een expertisecentrum... Ja, want u spreekt in die conceptnota over een gecombineerde financiering. Hè? Ja, dus de financiering zoals die er nu is, via die rechtstreeks toegankelijke hulp, is er natuurlijk en dat is goed op zich. Maar ik denk dat er daarnaast ook een... kaderfinanciering moet zijn dat er voor die dienstverlening... Een budget die niet, rechtstreeks naar de organisatie, naar de VZW. Ja. Dus dat is eigenlijk het idee waar dat wij dachten in de conceptnota van te moeten uitgaan. En ik denk dat dat ook bevestigd is in de hoorzittingen, dat eigenlijk de weg is die we zouden moeten gaan. En als er een voorstel van resolutie komt, en ik hoop dat op korte termijn klaar te hebben, dan gaan we daar ook pleiten voor een kaderfinanciering voor dat expertisecentrum. Ja, een goed idee, Tine van der Vloed, die gecombineerde financiering? Ja, zeker en vast, omdat zij ook met verschillende doelgroepen werken. Miek heeft het zelf al aangegeven, mensen met een beperking. Maar de ouderen en de personen met een geestelijke stoornis, ja, die hebben natuurlijk nog geen rugzakje, die hebben nog geen budget. Met de ouderen zijn we er natuurlijk wel mee bezig. Dat kan de toekomst gezien ook nog wel zo gaan uitraden. Maar nu, op dit moment, is dat niet. Dus het is toch wel belangrijk dat er een algemene financiering komt. En ook zeker en vast voor het taboe te doorbreken. Zeer belangrijk. En voor die vormingen te geven naar het personeels toe. En ook het grensoverschrijdend gedrag komt er ook nog vaak voor. Dus die weerbaarheid van die mensen, die mag er ook nog wel de steun van Aditi daarvoor gebruiken. En ik denk dat het dan daarom inderdaad heel belangrijk is dat we minister Van der Heuvels daarvoor moeten gaan oproepen om een algemene financiering voor het kader en voor de vorming en zo verder, om die daar toch wel voor te gaan gebruiken. En tegenover een organisatiegebonden financiering staan wellicht een aantal strikt afgebakende taken? Ja, absoluut. De taken ook die eigenlijk nu al door Aditi worden uitgevoerd. De adviezen, de vorming, het bijstaan van voorzieningen, van instellingen die met mensen met een zorgnood werken, om een visie uit te werken. Want het is ook sensibiliseren. Het is enorm belangrijk. Toen ik met de conceptnota bezig was, heb ik daar met een aantal mensen over gesproken. En dan krijg je toch nog altijd, nu in 2018, ondanks het feit dat het voor iedere mens, ongeacht of je nu een beperking hebt of je oud bent, dat een basisbehoefte is, dat heel menselijk is, seksualiteit, dan krijg je soms zo nog de idee van, wauw, waar ben jij mee bezig? Behalve dan het feit dat het ook al in de media geweest is, onder andere in Thuis. En dat is ook een belangrijke taak, dat sensibiliseren, dat het uitleggen aan de mensen, laten zien dat die nood er is. En toen ik dat met mijn moeder besprak, toen zei die direct, ja, ik weet wat dat is. Ik heb dat in Thuis gezien en dat is zo belangrijk. Ja. En mijn moeder is 80, dat die generatie, en we spreken daar net over de jaren 50, waar dat seksualiteit gewoon in de maatschappij al werd weggestoken, laat staan seksualiteit van mensen met een beperking. Heel belangrijk ook die sensibilisering. Dus al die taken die zouden moeten opgenomen worden, die zijn heel belangrijk en die kunnen gefinancierd worden binnen dat kader. Ja, mevrouw Schepers, als u zegt, op dit moment is het moeilijk om het budget rond te krijgen. Mm-hmm. Hoe lang kan u nog overleven? Ja, wij denken eind 2019, dus dat is op zich niet meer zo lang. Dus voor ons zit daar wel spoed achter, omdat we ook zien sinds dit jaar dat de aanvragen van cliënten met persoonsvolgende financiering, wij zijn dit jaar gestart met de persoonsvolgende financiering, dat die eigenlijk halveren. Dus we zien de rest van ons vragen zien we stelselmatig een toename, algemene vragen, vormingen, noem maar op. Behalve die persoonsvolgende financiering zien wij een daling. Er zit dus toch wel een beetje druk op de ketel om absoluut, vooruit te gaan. Absoluut. We zijn een kleine organisatie. Het is pionierswerk ook. Hè? Dus we zijn een kleine organisatie. We zijn zeer kwetsbaar. We brengen ook wel een heel delicaat thema ter sprake.
Maar het is een thema wat wij als maatschappij met z'n allen ook wel voor moeten zorgen dat het geborgen blijft. Want ja, het gaat om een hele kwetsbare. Als jullie bemiddelen tussen mensen die een seksuele dienstverlening aanbieden en mensen die erom vragen. Degene die aanbieden, ja, jullie gaan wellicht niet over één nacht ijs, die worden gescreend. Ja, uiteraard. Ja, welke kwaliteiten moeten die hebben? Nu, het is zo, als mensen zich kandidaat stellen om met ons samen te werken, dan starten zij met in een procedure. Hè. Dus daar zitten een aantal gesprekken in, daar zitten interviews in, daar zit bijeenkomst in met allemaal nieuwe kandidaat-medewerkers. Wanneer dat wij het gevoel hebben van oké, die eerste fase is goed doorlopen en met die mensen gaan we verder, dan zijn dat mensen die deelnemen aan de vormingen en intervisies. En naarmate dat zij deelnemen aan vormingen en intervisies en wij hun beter leren kennen, hebben zij ook meer kans om een eerste doorverwijzing te krijgen. Ja, wordt hun gezondheid gecheckt? Ja, dus wij checken hun gezondheid niet, maar wat we wel op inzetten in de vorming, en dat is hetgeen wat Tine daarnet zei, onze samenwerking met onder andere PASOP en GAPRO bestaat eruit dat zij jaarlijks een opleiding rond seksuele gezondheid komen geven. Hè. Ja. Dus dat is één van de vormingen die aangeboden wordt, naast een overzicht van verschillende handicaps en hoe daarmee omgaan. Een opleiding rond hef en til, een opleiding rond hechtingsthema's. Dus we zetten heel sterk in op... Als je zegt hef en til, dan gaat het natuurlijk over mensen die, ik zeg maar, iets in een rolstoel zitten. Ja, bijvoorbeeld, onder andere. Maar dat is al heel belangrijk als je binnen een seksuele dienstverlening, als je kan zorgen voor een heel goede voorbereiding, hè, waar dat het netwerk in betrokken is. Het netwerk is op de hoogte. Het netwerk kan meehelpen. De hef en de til, het weghalen van sonderingen bijvoorbeeld, het afsluiten van een katheder. Als dat allemaal mooi in orde is, dan heeft die dienstverlening ook meer succes. Ja, bijna anders gaat nodig, dat voor ja, de bijna persoon. Mensen nodig die een verpleegkundige opleiding hebben gehad. Ja, daarom hoeft dat geen verpleegkundige opleiding te zijn. Wat dat wij verwachten van mensen of wat dat wij ook zien met de mensen met wie dat wij samenwerken, zijn heel veel eigenschappen die dat we algemeen in de zorg terugvinden. Ja. Nu, ik onthoud ook wel een beetje uit uw verhaal dat ja, tot eind 2019 kan u het budget nog rondkrijgen. Mm. Dat betekent, beste parlementsleden, dat er toch wel een beetje druk op de ketel zit. Het moet vooruit gaan. Hè? Hoe snel kan het allemaal gaan, zo'n resolutie? Dat klopt, mijn tekst is bijna klaar. Dus als de collega's die mee willen ondertekenen, dan kan die deze maand nog ingediend worden. Ziet u het zitten om die nog te tekenen? Zeker en vast, we gaan dat volop steunen. Ja. Ja. Maar goed, een resolutie is een resolutie. Hè. Is er geen decreetgevend werk nodig? Wel ja, wij vragen dan aan de Vlaamse regering natuurlijk om dan de nodige stappen te zetten. En dan hangt het er een beetje van af. Ja, u zou dat ook zelf kunnen doen. U bent parlementair, u mag voorstellen van decreet schrijven. Hè? Ja, dat gaan, we gaan dus zorgen voor het wetgevend werk. Dat kan heel snel gaan. Maar hoe vlug dat dan in de praktijk kan gebracht worden, daar hebben we minder impact op. Alleen kunnen we natuurlijk, en dat gaan we ook doen, de druk op de ketel houden. Hè? Ja, ja mevrouw Van der Vloed, we gaan niet flauw doen. In uw fractie zitten ook mensen die eerder conservatief zijn. Passeert dat bij jullie? We hebben dat thema natuurlijk ook op de fractie besproken. En ik weet niet of er zo heel veel conservatieve mensen bij ons in de fractie zitten. Ik lees dat wel eens, maar goed, het is gepasseerd. Ja, maar ik denk, wij hebben natuurlijk ieder ons expertise. Dus er zijn er verschillende van onze fractie die zich met welzijn bezighouden. Dus die gaan ook meer natuurlijk specifieker naar de resolutie kijken. Maar ik denk zeker dat wij daar volledig kunnen gaan achterstaan. Dus ik denk niet dat dat een probleem gaat geven. En ben je een voorstel van decreet ondertekenen? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Zeker, en ondertussen dat. Druk op de ketel zetten bij minister Van Deurzen om die financiering, die persoonsgebonden financiering, nog te verbeteren waar het kan. Want ik hoor hier zeggen, een aantal mensen maakt er vandaag nog geen gebruik van. Hè. Ouderen bijvoorbeeld met een zorgvraag. Ja, wij zijn natuurlijk ook voorstander om die ouderen met een rugzakje op pad te sturen. Hè, dus voor hun zorgbudget te gaan krijgen. Dus dan gaan we daar ook wel een heel verschuiving in krijgen. Natuurlijk, we zijn er maar een jaar bezig met de persoonsgebonden financiering. De voorzieningen houden heel veel hun geld bij hen. En daarom is er natuurlijk minder vraag richting Aditi, omdat ze moeten gaan kiezen van welke zorg wil ik. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te erkennen dat dat ook een stuk zorg is voor die mensen. Dat is ook wat Miek aangeeft. Het is echt wel zorg. En als mensen dat gaan erkennen en als de voorzieningen dat ook willen zien als zorg, dan gaan zij een stukje van hun budget mee moeten geven met de persoon
om dan gebruik te kunnen maken van Aditi. Maar ik denk dat dat een stap is, ja, waar er nog wel werk aan de winkel is. En dat er wel wat tijd vraagt. Maar hoe meer het in de media komt en meer besproken wordt en op de teams een visie wordt uitgewerkt, dan denk ik ook wel dat de stappen terug meer en meer naar Aditi gaan gezet worden. Ja, goed. Een resolutie en decreet. En dan moet er in de Kamer, de federale Kamer, nog een en ander gebeuren aan die strafwet. En volgend jaar, deze tijd, zijn er verkiezingen? Krijgen we dit allemaal nog rond? Wel, ik hoop zeker wat de Vlaamse kant betreft dat we dit rondkrijgen. Wat de federale kant betreft, daar heb ik geen zicht op. Natuurlijk, dat is een materie die delicaat is en die gevoelig. Met de Waal? Ja, of met iemand van de andere collega's. Ik denk wat mijn fractie betreft dat er geen enkel probleem is dat wij het nodige zullen doen. Maar of dat dan voor die verkiezingen nog gaat lukken, in de politiek je vastpinnen op timing. Ik denk dat al bewezen heeft in het verleden dat geen goed idee is. En je bent intussen vol verwachting, neem ik aan. Absoluut. Dus zoals ik het altijd zeg, mensen met een beperking zijn hier al lang klaar voor. Hè. Netwerk ook, Aditi ook. Dus wij wachten nu op de politieke moed. En ik hoop inderdaad dat we het nu, 2018... Ja, dat die maatschappelijke visie toch eindelijk kentert en dat we mee zijn, hè, met het verhaal. Stel dat dat niet gebeurt, moet u de boeken sluiten? Dan stopt het verhaal. Ja, dan is het afgelopen. Dan stopt het verhaal. Ik denk, en dat is ook het eigene aan pionierswerk. Wij hebben gedurende 10 jaar enorm onze nek uitgestoken, enorm hard gewerkt om dit op de kaart te zetten. Maar de komende 10 jaar, ik bedoel, op een gegeven moment moet dit ook structureel verankerd worden, want dit houden medewerkers ook niet vol. Ja. Het is zoals ik zeg, wij zijn er klaar voor samen met een grote groep van mensen met een beperking, oudere mensen met psychiatrische kwetsbaarheid. Okay. Maar we hebben het kader nodig. Oké, een duidelijke oproep voor de politiek. Martin Taalman van Open VLD, Tine van der Vloed van de N-VA en Mick Schepers van de VZW. Aditi, bedankt voor jullie komst en voor dit gesprek. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.